In die Apple Watch, ja, waardoor, wij, waardoor wij een, uh, een profiel van ons schetsen, misschien per kwartaal, misschien per jaar, die naar onze verzekeraar gaat. Die verzekeraar past er elk jaar jouw verzekering op aan, op een bepaalde prijs en op jouw levensstijl. En daardoor gaan de verzekering misschien omlaag voor je, omdat je gezond mm -hmm. uh, leeft. Nou ja, als je naar ons kijkt, wij sporten veel, noem maar op. Als je naar andere mensen kijkt, die sporten wat minder en eten wat minder gezond. Um, maar wij betalen misschien dezelfde um, premie. Ja, maar wat ik. Ja, kijk, uh, we hadden dit uh, onderwerp ook voorbereid. Dan uh, vind ik het ook wel mooi om hem af te trappen met wat we hadden opgeschreven. Want dat vond ik wel een mooie zin. Ja. Uh, het personaliseren van hetgeen wat nu een collectief uh, systeem is. Uh, en het heeft een, een, een charmante kant en een iets minder charmante kant. Uh, hoe jij het nu schetst, is denk ik de charmante kant. Weet je, wel, ik kan korting krijgen omdat ik gezonder ben. En dat is terecht, want daarom leef ik ook zo. Voor we jouw benefit. Ja, weet je, ja, precies dat verhaal, weet je. Als we allemaal uh, als we allemaal minder schade rijden, dan kan de premie minder worden. Ja. Dus als we allemaal gezonder leven, Logisch, dan hebben we ook minder right? uh, zorgkosten in Nederland. Ja. En dat is op zich is dat, uh, nou ja, het is een beetje een utopie wat we schetsen. Maar dat is wel op zich. Ik, ik zeg niet dat ik denk dat het niet eens mogelijk is, maar het, is, het idee is mooi. Nou, ik denk dat we daar wel heen gaan. Nou, oké, okay, maar laat ik nu beetje even. Bij de, beetje. Om even het verhaal compleet te maken, dan ga ik even de advocaat van de Duivel spelen. Alweer. Stel je voor, alweer ja. Uh, stel je voor dat je hem uh, wat negatiever pakt en je pakt de data die komt uit die Apple Watch van je en daaruit komt de conclusie dat jij ongezond leeft. Uh -huh. Koppel dat aan de data van de Albert Heijn en van die ING-bank dat je alleen maar ongezonde dingen koopt en dat je rookt en drinkt, et cetera. Uh -huh. Koppel die aan de data wat de dokter al van jou weet van uh, naar medische afwijking en zo. Kom je ineens in een hele hoge categorie je, uh, en, dan, uh, en, dan, en dan moet je veel te veel geld betalen voor je uh, ziektekostenverzekering. Uh -huh. yeah. En dan wordt het duurder, terwijl we al jaren spreken over een inkomensafhankelijke zorgverzekering. Om het maar even maatschappelijk te, te houden. Mm -hmm. Dan vraag ik me ook af: en als je dat dan ook koppelt aan, uh, aan rijgedrag in de auto, wordt dan je verzekering voor je auto ook ineens heel erg duur? Gaan we dan een, een of andere hele behouden maatschappij krijgen, doordat iedereen ineens, uh, ineens gaat letten op wat hij doet, waardoor er heel veel andere uh, zaken kapot gaan? En dus dat is de brandadage gewoon, is gewoon kaduuk. Of dat is trouwens voor mensen die het niet weten... de McDonald's, uh, noem een voorbeeld... gewoon de fastfoodketens gaan dan heel slecht mee. ja yep. de horeca gaat ineens heel slecht. Je gaat niet meer een biertje doen... want ja, stel je voor dat dan ineens mijn, uh, mijn zorgkosten omhoog gaan. Kijk, het, is, het, het verhaal heeft meerdere kanten. En ik denk dat uh, uh, benadelen elk, uh, niet werkt, maar belonen wel. Nee, inderdaad. Kijk, elk verhaal heeft twee waarheden natuurlijk. En uh, natuurlijk er zijn keerzijden keerzijdes van de medaille. Heel het mag als... ook niet trouwens, hè, wettelijk gezien. Je mag volgens mij niet als zorgverzekeraar onderscheiden nu... Vond je deze clip nou leuk? Uh, abonneer dan op ons YouTube-kanaal. Want op ons YouTube-kanaal staat niet alleen meerdere van dit soort clips, maar ook de volledige aflevering waar deze clip uit afkomstig is. Die staat hier trouwens ook onder in de beschrijving. Vond je het sowieso leuk om, uh, om ons te volgen en vind je het leuk om podcasts te ontvangen op je mobiele telefoon, op je iPhone of Android-telefoon? Uh, staan we in iTunes en op Soundcloud. En als je zoekt op de Wereld van Morgen podcast, kun je je daar abonneren en dan krijg je altijd de podcast Vers in je podcast-app.